Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Met de matchwinnen van vanavond, hoeveel kansen heb je wel niet gehad? Ik heb er een aantal gehad, ja. Eentje die wordt afgekeurd voor, ik weet niet wat, waarom die afgekeurd wordt. Keeper pakt eentje goed. Ja, ik heb wel een paar kansen gehad vandaag, maar ook een paar die gewoon echt bizar van de lijn worden gehaald of wat dan ook. In ieder geval heb ik er 2 gemaakt en daar ben ik blij om. Weet je er niet moe van op een gegeven moment? Ja, maar dan is juist de kunst om gewoon rustig te blijven. En je weet dat als spits zijnde is het belangrijk om kansen te creëren, kansen te krijgen. Ja, soms gaan ze erin en soms niet. En ja, vandaag had ik een aantal die erin hadden gekund, maar ik maak er ook 2. Onder luid applaus verlaat je na 83 minuten het veld. Is dat dan het meest heerlijke gevoel voor een voetballer om te hebben? Ja, absoluut. Ik denk dat de meeste de fans me hier wel kennen, de trainer, de team, dat ik altijd gas geef. En als je dan 2 doelpunten mag maken en je wint de wedstrijd, je gaat zo van het veld af, is het een heerlijk gevoel. Want vanaf het begin af aan zetten jullie de ploeg hoog onder druk, meteen op de helft van de tegenstander. Het leek als een uitgekiend plan vanavond. Ja, dat is normaal gesproken onze bedoeling en ik vond dat het vandaag ook hartstikke goed ging. Natuurlijk, je speelt tegen jonge Ajax en die hebben toch de voetballende kwaliteit ook om af en toe eruit te spelen. Maar ik denk dat we dat hartstikke goed hebben gedaan en dan valt het doelpunt, valt de rode kaart en dan zit eigenlijk alles mee. Ja. Vanavond, het is natuurlijk altijd de bedoeling om de tegenstander hoog onder druk te zetten, zeg je. Maar waarom lukt het dan vanavond zo goed? Want we hebben ook wedstrijden gezien waarin het een stuk minder ging. Ja, ik bedoel, van als we iedere wedstrijd natuurlijk iedere tegenstander onder druk kunnen zetten, dan zal het natuurlijk hartstikke top zijn. Maar er zijn gewoon tegenstanders die toch af en toe onderuit kunnen spelen. En ik denk dat het is moeilijk uit te leggen waarom ene wedstrijd beter gaat dan de andere wedstrijd. Maar ik vind dat we toch de intensiteit van de wedstrijd goed hebben ingevuld vandaag. En daar begint het bij. Ja. Was je toch verbaasd dat je zoveel de betere was vanavond? Verbaasd. Ja, ik denk dat we een goede serie aan neerzetten zijn en dat moeten we gewoon doorzetten. 7 punten uit de laatste 3 duels, als je die bekeroverwinning van afgelopen week dan ook meerekent. Heb je het gevoel dat je een beetje in een flow begint te raken? Natuurlijk is dat een lekker gevoel als je zo'n reeks neerzet. Maar ik denk dat het nu pas begint en dat we dit gewoon zo door moeten zetten en rustig moeten blijven.